kom zo. Dit is nu mijn heiligdom. Ik ruik het al. Het is hier wat primitief en nog wat rommelig vanwege de verhuizing. Gaat u zitten, mevrouw. Eerst mijn laatste patiënt uitboeken.
Jansen. Kijk. TBC, de zoveelste. Zijn hier veel TBC-leiders, collega's? Ja, verschillende. De slechte woningtoestanden en de achterlijke hygiënische begrippen werken de ziekte in de hand. Hier ligt nog een heel terrein open voor uw jonge activiteit. En zijn er hier veel baby's, dokter? Ja, mevrouwtje. Maar door slechte verzorging, door ontoereikende hulp, door vooroordelen, grote kindersterfte. Er is maar één mogelijkheid. Het Wit-Gele Kruis. Ik heb alles voorbereid. Het is goed volk en de streek is gezond. Levenslust is een beetje genoeg. Mag ik ook eens met die knikkers spelen? Jullie hoeven niet bang te zijn. Mijn zuster is dood. Zijn we dat, dokter? Bent u de baker? Mijn enige deelneming. Oh, bent u de jonge doktersvrouw? Zou het beter kunnen, al? Kom, ik zal gauw een ander voor u maken. Zo, dat is lekker. Bent u gediplomeerd? Zuster van Weg, mag ik u van harte geluk wensen met uw examen en met uw diploma? Ik wens u verder veel succes. Dokter Smit heeft gelijk. Er moet een verpleegster komen. Ja, inderdaad. Het kan onze secretaris een advertentie plaatsen. We hebben nog geen gemeentesubsidie. Oh, maak u mij niet ongerust, dokter Dagen.
Ik haal het om morgen zeker door. Dat is u wel toevertrouwd, burgemeester. Ik neem alles het financiële verantwoordelijkheid op. Een volledig bevoegde verpleegster. Meneer, hier zijn al de papieren. En hiermede is de taak van ons voorlopig comité volbracht. Ik dank u allen zeer. Dat ruim. Ik heb wat anders voor je. Hier zijn biljetten voor volksgezondheid. In ieder huis één. En uw patiënt dan? Oh, dat komt in orde. Wij zijn thans gekomen aan punt 12 van de agenda,
Subsidie aan de pas opgerichte vereniging tot bevordering der volksgezondheid. Ik heb onze nieuwe dokter tot toelichting van het voorstel uitgenodigd. Bode. Gezien het grote belang deze zaak, vragen wij een subsidie van 500 gulden. Ja, meneer. Er moet, zoals u weet, een wijkverpleegster komen. Ik heb dokter Smit uitgenodigd het voorstel toe te willen leggen. Dag, dokter. Meneer de burgemeester. Mag ik u voorstellen? Mevrouw. Aangenaam kennis te maken, mevrouw. Gaat u zitten. Ziezo. Zijn we allemaal gezeten? Dan zal dokter Smit u de bedoeling van het wit-gele kruis nader uiteenzetten. Mevrouw en mijn heer. De verpleegster waarover ik zo even sprak, verpleegt niet alleen de zieken van de aangesloten gezinnen, maar controleert ook geregelde zuigelingen en houdt toezicht op de TBC-leiders. Het wit-gele kruis bevordert in hoge mate de volksgezondheid en is een zegen voor de hele bevolking. En dan geef ik het woord aan dokter Smit. Edelachtbare, mijn heren. Sinds enkele dagen ben ik in het mooie dorp Overaan, waar ik het werk van mijn geachte voorganger heb overgenomen. Zijn hartse wens zag hij zelf nog niet in vervulling gaan. Er zijn hier hygiënische toestanden die elke beschrijving tachten. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Van de 100 zuigelingen sterven er... Gestorven zuigeling is een engel. Blijven ze leven, dan komen ze in hel. Een vage vuur. Mijn heren, geen theologische debat als ik u verzoeken mag, hè? Ik geef dan wederom het woord aan dokter Smit. Dokter? Ik zei, er zijn hier hygiënische toestanden die elke beschrijving tachten. De gevolgen bleven er ook niet uit. Van de 100 zuigelingen sterven er in het eerste jaar 17, terwijl ook het algemeen sterftecijfer schrikbarend hoog is. Maar hier... We hebben hier de brochure welke dokter Berger opstelde. Speciaal voor u en voor uw heel Overaan. Alsjeblieft, hier heb ik enkele exemplaren. Meneer de voorzitter, ik ben 50 jaar en zo gezond als een vis. Ook zonder verpleegster. En nou ineens 500 gulden voor al die flauwe kul. Ik ben het met de dokter Eers. Onze fruitbomen geven tegenwoordig ook meer vrucht dan we ze bespuiten met Baronse pap. Mag ik u hartelijk danken voor uw bereidwilligheid, dokter Smit? Oh. Thank you.
Dat heb ik al dikwijls gezegd. Misschien wil u de kindertjes wel eens uitleggen wat ze moeten doen om goed gezond te blijven. Hoor eens, kinderen. Jullie moeten zorgen dat je hoofd, je oortjes en je neus, je handjes en je voetjes altijd goed schoon zijn. En als moeder je eens onder handen neemt om je flink te wassen. Hé, wat doe jij daar? Nou, zo'n verdriet. En koortsmeters heb ik zo waar bij dozijn. Ik heb zelfs een mooie tondeuze. Ik heb alles voor zieken, voor groot en voor klein, voor de kleinsten zelfs een couveuse. En ik hou van de giet, van het dorp en de stad om het even. Ik wil enkel aan ieder die zwak is of ziek, mijn hebben en houden weggeven. MUZIEK
zover. Die hebben we ook bij toe. Zuster. Jongen, we krijgen nu een estafette met driekanten doek voor draagverband. Wat man? Gefeliciteerd, dokter. Naar de oude ziekenvrouw gaan brengen?
Kom maar, Anneke. We gaan wijzen brengen. Mag jij ze zelf geven? Vind je dat niet fijn? Voor dat arme zieke vrouwtje. Ja, we zijn er af. Dag, moeder Bakker. Dag, zuster. Hier is Anneke. Die komt u wat bloemetjes brengen. Je wel, beste meid, die blommetjes van mij. Nou, moedertje, zullen we eens heerlijk gaan wassen. Het is altijd heerlijk, een fris badje. En de haren even kammen. Nou, kijk eens even, zo ben je wat 20 jaar jonger. Wacht, ben ik toch al oud, toch? Nou, is toch niet oud? Ben jij nou gemeenteraadslid? Het is me wel mooi met die moderne rommel. Oprichtingsvergadering. Ze ontnemen me mijn brood. Daar zal niemand aankomen. Dat beloof ik je. Kom eens hier. De kermis. Dag Jo, veel plezier. De oude dokter had het goed druk, want sinds dat de smetter is, gaat het lang niet zo meer. Vroeger, toen was het nog veel. Dus voor de oude dokter hadden ze allemaal veel, die voelden ze. Van nou, wat is dat nou? Wat? Jammer dat het zo stil is nu de familie komt. Ja, wat is? Ik heb een idee. Ik zou wel zorgen dat er wat jammer wordt. Toch niet bezeurd. Hier aan een kaartje van de dokter, een collega van u.
Ben jij wel helemaal gezond? Nee hoor, daar mankeert nog wel eens wat aan. Vaak pijnen, nee. Oh jee, jee. Dat dacht ik wel. Hier had een kaartje van de dokter. De collega. Zo, zo. Ja, kiespijn. Wat dacht ik? Hier aan een kaartje van de dokter. Een kermis, collega. Nee, met al die kermisdrukte. Maar ik zal mijn man naar de pasteur zenden. Dan zal ik hem maar. Wat moet dat volk hier gezond zijn? Gezond is het zeker. Weinig zieken. Kijk maar. Is het geen tijd voor je spreekuur, schoonzoon? Oh ja, maar met de kermis is het niet erg druk. Patiënten, dokter, allemaal patiënten. Volgende. Ga maar zitten. Het is geen geheim, collega, maar dat doet er niet toe. Uw naam? Waarom wou je dat weten? Het is toch niet? Voor niet? Aha, gaat u maar zitten. Dat het stel was.
Komt er niet meer in. Aanwezigen danken voor hun belangstelling. Draag gij tenminste de gedachte van dokter Bloemen over het dorp uit. Ons volk moet gezond worden. Het sterftecijfer onder de zuigelingen moet dalen. De TBC-sterfte kan aanzienlijk lager worden. Doch voor vanavond genoeg. Dames en heren, hiermee besluiten we de vergadering. Dat is jammer. Dat de belangstelling zo gering is. Maar u mag ik dan toch wel bijzonder bedanken. Tja, het volk schijnt er nog weinig voor te gevoelen. De zaal was zo goed als leeg. Pastoor, het komt in orde. U zult het zien. De hoop, jonker. Het volk moet anders worden opgevoed. Zo, Jan. Ben jij hier vanavond ook gekomen? Dokter, zondagmiddag om 2:00 is de moeder weg. Ik kom. Ik breng komt de zuster. Dan bij jou? Ik breng de zuster mee. Zuster? Ja, dokter.
zondagmiddag om... 2 uur. Ik zal er zijn, dokter. Jullie. Zo, Jan, je kunt op me rekenen. Het is dus uw eigen belang dat gij deze nieuwe vereniging steunt. Het is ook een gemeenschapsbelang, want slechts wanneer alle gezinnen lid zijn, kan het werk tot volle ontplooiing komen. Het is voor ieder een zaak van praktische betekenis. Gaat het wel aan te zorgen voor de hygiëne van stal en vee, maar eigen woning en lichaam te laten vervuilen? Hoe kan men zijn handen vouwen tot gebed, terwijl ze te vies zijn om er naar te kijken? Bedenk toch dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest genoemd is. Och, ik weet het, wij zijn zo opgegroeid, maar we moeten zorgen dat onze kinderen anders worden. Als onze moeders maar naar de moedercursus willen komen, dan zullen ze leren hoe de zuigeling moet worden gedragen. Bij het opnemen van de baby uit de wieg zorgt men dat hoofd en rug goed worden gesteund en voor altijd rechtop dragen. De grote beurt geschiet het beste door het kindje te baden in badwater van 35 graden, zoals ik u de vorige keer reeds liet zien. Bij de gewone badbeurt wordt het kind eveneens ingezet en houdt u ook het badhandje voor het bovenlijfje en onderlichaam afzonderlijk. Na het bad of badding wordt het kind op een badhanddoek gelegd en afgedroogd. Dan gaan we het kleden. De eerste weken draagt de baby een navelbandje. Dit mag niet knellend zitten, maar wordt lastig om het buik te verslagen. Bij voorkeur geen stelde gebruiken. Zo zit het goed. Men geeft de zuigeling niet meer dan 2 stuks ondergoed aan, namelijk onderhemdje plus hemdje of hemdje en borstrokje. Verder nog een luier, desgewenst een mouwenluier, een truitje of pompje. Dus in het geheel niet meer dan 6 stuks. Kijk, zo is het klaar. Wel gefeliciteerd met uw verjaardag, hoor. Ik heb een blommeke voor u meegebracht. Ik zal ze maar in het vaas zetten. Kijk toch. Thank you.
Ben je jarig? Hartelijk geluk gewenst. Hoe oud ben je? 21 jaar. Zou je het onderzoeken? 21 jaar. Maar dan kan je weg van hier, zeg. Jan, haal het de wagen. Thank you.
naar vader? Ja, dat beloof ik u. Bemerk ik aan de grote opkomst dat ons Wit-Gele Kruiswerk u aller sympathie heeft. De enkelen die nog twijfelen, zullen na het zien van deze film zeker deze twijfel overwonnen hebben. Reeds werden 4 lichttenten geplaatst. En binnen een paar dagen volgt de 5e. Dit is het 5e. Jo van Wijk, Jo van de Mulder. Herstellend TBC-patiënt. Kijk eens hier. Dierbare zieken, gij, de bijzondere vrienden van het goddelijk hart, komt hier kracht en troost zoeken in uw lijden. Draag dan dit offer ook op voor uw dierbaren, die alles deden om uw lijden te verzachten en u in de gelegenheid stelden dit ziekentriduum mee te maken. Door de radio moog ik hen bijzonder danken. Thank you.
zie hier. Stil, luister. Hier is Huizen Holland, de katholieke radioomroep op golflengte 1875 meter. Nu volgt het zieke half uurtje dat zal worden verzorgd door pasteur Willemborg. Pasteur Willemborg. Dierbare zieken, u verlangt natuurlijk een woordje over het ziekenapostolaat. Het is van belang dat u weet wat het ziekenapostolaat is. Het is een apostolaat van de zieken en niet voor de zieken. En het wezen van het apostolaat kunt u horen in dit gebed. O van de Vader, zie, ik strek mijn handen uit om het lijden te aanvaarden als een gave van u. O van de Zoon, zie, ik breng mijn handen bijeen om het lijden te dragen als een schat met u. O God de Heilige Geest, zie, ik heb mijn handen omhoog om het lijden te offeren als een offer voor u. De kracht van uw apostolaat ontvangt u van Christus kruis. Een radio? Ik heb maar een kleinigheid meegebracht. Dankjewel, Jan. Een koekoek. Ja. Kleine, voorin. Thank you.
Hoorde jij ook bij je nieuwe? Ik heb het niet gedaan. Geen bezwaar voor huwelijk.